fan erbij, weet je. En dat was Kees. Die wilde graag die shit uitbrengen op zijn label. En we hadden zoiets van, ja, we hebben al genoeg gratis gedaan en op het net gezet en shit. Dus waarom niet, weet je, laten we een keer een echte cd maken. We hebben daar ook natuurlijk al op geduveld gedaan, kort daarvoor, weet je. Dus ja, er was al een soort band ontstaan met Top Notch en zo. Dus zodoende. Je wil altijd volledige controle over je eigen shit houden, altijd. Maar ja, het is soms mes snijdt aan twee kanten, weet je wel. Je geeft wat uit de handen, je krijgt ook iets voor terug natuurlijk aan de andere kant. Dus ja, gewoon maar gedaan. Rappertjes, come out and play. Of ja, toen de tijd was het nog zo van, er was nog geen, niet echt een markt voor of zo, weet je wel. En helemaal niet voor gasten uit Nederland. Want Nederlandse hip-hop, dat werd bijna niet uitgebracht of verkocht of zo, weet je wel. Het was nog echt in zijn kinderschoenen, weet je. En ik kom uit de tijd dat je alles op bandjes had en zo. En beschermde je zeg maar met je leven. Bijna niemand mocht het horen zelfs. Dus het was echt tegenovergesteld en ik heb toen besloten om gewoon shit op het net te pompen. Om zodoende toch meer mensen te bereiken, weet je wel. En ik wist gewoon toen al van ja, als maar genoeg mensen het horen, dan komt er vanzelf meer uit, weet je. Zomaar vastie, je mag dansen, maar die vastpakken. Laat me met z'n mooie nacht pakken. Ik vind het niet belangrijk, het is gewoon dat ik die dingen gewoon doe, weet je. En, ja, kan ik verder ook niks aan doen. Ik laat je zien hoe je moet vissen. Ik laat je zien hoe je chicks moet vangen. Ik laat je zien hoe die apen rollen. Nou, het belangrijkste voor mij is gewoon dat ik goede dingen maak. Dat ik zelf naar kan luisteren, weet je wel. En wie daarnaast ernaar wil luisteren, die mag dat van mij gewoon, weet je. En, ik zie het nog steeds niet echt zitten om... Of ik vind het nog steeds niet realistisch om hier zo te gaan leven van je muziek. Omdat die markt is nou eenmaal klein. Nederland is gewoon een klein land. En het zal nooit zo zijn als in Amerika of zo, weet je wel. Het is gewoon een te kleine groep mensen die ernaar luistert naar die echte shit dan, weet je. Je kan kijken, maar niet aanraken. Niet aankomen, niet zomaar vast. Je mag dan... Ja, sowieso, weet je. We hadden al status of zo, snap je? En, het is nou alleen maar zo dat er een cd is, zeg maar. Een fysieke cd die je kan kopen in de winkel, weet je. En, maar dat verandert niks aan hoe wij in de scene staan. Of het aantal, ja, misschien wel nu, na wie is het en zo. Dat er toch wat meer jonge kids zijn gaan luisteren naar die duvel shit of zo. Maar, ja, voor mij verandert er niks. Of we nou bij Top Notch zitten of niet. Laat je balkens, moriantjes, wassen, schoenen, als we duvel doen. Pak poed, pak je slag, sta vast, kop, scha, overstag, bitch. Ja, daar kan je niks aan doen. Ik bedoel, hij doet het gewoon. En het is gewoon zo dat hij gewoon snel erbij is om goede acts te tekenen. En daar ook, bepaalde mate van promotie achter kan zetten, weet je. En natuurlijk al heel lang meedraait in die scene, weet je. Hij heeft goede contacten that's it, weet je. Het is nou eenmaal zo en wat ga je er tegen doen? Je kan je eigen label op gaan zetten. Weet je, als je daar niet mee eens bent, moet je gewoon je eigen label op gaan zetten en hetzelfde proberen te doen, weet je. Ik bedoel, er staat nergens dat je niet je eigen label op mag zetten en hetzelfde mag gaan proberen of zo. Ik bedoel, het is niet zo dat je nergens kan komen zonder Top Notch, snap je? Ik bedoel, het zijn ook andere platenmaatschappijen en kijk maar naar, weet ik veel, Osdorp Posse of zo. Die hebben ook een fanbase en die brengen ook een shit uit en dat gaat ook goed volgens mij, dus. Iedereen het zou doen, maar wij hadden zoiets van, ja, zet het gewoon erop en
weet je, downloaden gaan ze die shit toch. Maakt niet uit, weet je, het gaat gewoon om, om die hoes uiteindelijk, weet je. Die hoes zorgt wel voor die verkoop. Was het ook weer een beetje van back to the basics? We gooien het gewoon weer lekker even online, of? Ja, dat gevoel had ik wel een beetje erbij, weet je. Maar het was niet echt dat we dat per se wilden doen of zo. Het was gewoon een deal met MySpace. Ik zocht natuurlijk nog naar de collabo en we hebben gewoon Dion kwam er volgens mij mee en ik ken ook een neef van Rootboy en ja gewoon die message droppen van hey, heb je geen zin om op die cd te komen en ja dat vond hij wel tof dus. We hebben het gedaan en ik ben er blij mee, weet je. Zijn echte papi daar zo. Ook nog in het Nederlands? Ja, dat was is ook een primeur, weet je. Dat hij eindelijk een keer in het Nederlands is gaan rappen. En het heeft goed uitgepakt, vind ik, weet je. Ja, heel belangrijk. Het is voor mij is het onlosmakelijk aan elkaar verbonden, weet je. Graffiti, breakdance. En rappen, weet je, dat hoort gewoon bij elkaar. Het is gewoon, ja, het hoort gewoon bij elkaar. Het is niet, je kan het niet los van elkaar nemen of zo, weet je. Wat vind je dan van het feit dat eigenlijk die elementen steeds verder uit elkaar lijken te groeien? Ik bedoel, ieder element ja, heeft meer een eigen scene, lijkt het wel. Dat is jammer, weet je. Vroeger was het toch meer eenheid tussen die verschillende elementen. En ja, nu zie je toch wel ja, dat het een beetje uit elkaar groeit en... Maar ja, wie weet je, wat daar weer uit voorkomt, weet je. Misschien komt het later weer bij elkaar. En in de tussentijd is iedereen naar een hoger niveau getild, weet je. Dus misschien is het wel goed ook, eventjes. Ja, je hebt altijd wel mensen waar je het wel in ziet zitten of zo, weet je. Je hebt nou... Ja, die boys van Dosprot, die X-Dot staat ook op Puur Cultuur. Je hebt boys die zijn bezig, ANC, weet je, die zijn ook erg goed bezig. Weet je, komen met die echte straat shit, maar niet op een dom niveau of zo, weet je. Echt, ja, dikke shit. Ja, Seven Son, die staat ook op Puur Cultuur. En daar zie ik het ook wel in zitten, maar... Ja, ik weet nog niet in welke mate ik me met die gasten ga bemoeien of zo, weet je. Maar ik zie ze wel als ja, opkomende pappies, weet je. Ik vond die maker van die documentaire, daar klikte het gewoon mee, ten eerste. En ten tweede had ik zoiets van, ja, waarom niet? Weet je, waarom niet? Je moet toch... iets meer van jezelf laten zien. Eigenlijk om die tijd vast te leggen, zeg maar, weet je wel. Dat mensen niet vergeten over 10 jaar of zo van wat was Duvel nou eigenlijk, weet je wel. Het was meer ja, een soort van een kans om een stukje geschiedenis te laten vastleggen, weet je wel. Meer oldschool dingen dan en af en toe ja, wat grote namen die je hoort en Game of zo, The Game, Dizzy Rascal, dat soort shit, weet je. Maar meestal zijn het toch oldschool dingen. Ik heb nou bijvoorbeeld weer die eerste cd van Nice and Smooth in de auto en ja, dat daar hou ik van, weet je. Dat geeft me dat echte hip-hop gevoel, weet je. Amen. Realistisch vind ik gewoon dat ik meer muziek kan maken. En wat eruit komt, dat kan ik niet zeggen, weet je. Zoals ik al zei, van, het is een kleine scene en hoe ver ga je kunnen gaan, weet je. Ik bedoel, het summum wat je kan bereiken is een status als doe maar of zo, weet je. Ja, dat is ook het was ook in een bepaalde periode in Nederland, weet je. Wie weet dat het ooit nog komt of niet, weet je. Je weet het, shit is bananenboy.